In het jaar 690 kwam de Engelse missionaris Willibrord naar Nederland om hier de boodschap van het christendom te verkondigen. Een oude waterput in Zoutelanden verwijst naar zijn aanwezigheid in Zeeland, de Willibrordersput. Nou, dit is dus de Willibrordersput. Het is een vervanging van een put die in 1958 moest wijken vanwege de dijkverzwaring. In 1981 is deze put hier dan ook herbouwd. En volgens de verhalen moest hier dus ook nog magisch water in zitten. Willibrord was een Engelse monnik die naar de Lage Landen kwam om hier het christelijk geloof te verspreiden. Hij kreeg daarbij steun van de Frankische machthebber Pepijn II, die dit gebied onder zijn gezag had gebracht. Met de introductie van het christendom hoopte hij zijn grip op het gebied te verstevigen. Over de komst van Willibrord naar Nederland bestaan verschillende verhalen. In het meest gangbare landde hij in 690 op het strand van Katwijk. Maar velen in Zeeland geloven graag dat hij eerst voet op Zeeuwse bodem zette, namelijk op Walcheren, bij de oude nederzetting Walikroem, iets ten noorden van het huidige Domburg. Ja, de Zeeuwse overlevering wil dat hij hier met zijn scheepje vanuit Engeland op de Walcherse kust aankwam. Hij kwam hier met 12 metgezellen, ook dat staat in het verhaal. En die 12 metgezellen, dat verwijst natuurlijk heel duidelijk naar de Bijbel, waarin staat dat Jezus 12 discipelen had. Ook zou hij hier op wonderbaarlijke wijze met zijn staf de Zeeuwse duinen hebben laten ontstaan. De aankomst van Willibrord begon niet al te vreedzaam. Volgens de overlevering sloeg hij direct een afgodsbeeld kapot. Of dat waar is, weten we niet. We weten wel zeker dat hij de Lage Landen bezocht en van het uiterste noorden bij Groningen tot aan Luxemburg reisde. Willibrord wordt ook wel de apostel van de Lage Landen genoemd. Hij wist in 50 jaar tijd in een groot deel van de kuststreken mensen voor het christendom te winnen. Walikroem, de oude nederzetting, dat lag hier achter. Nou, dat is nu door de zee verzwolgen. En bij die nederzetting, daar zijn zo'n 100 jaar geleden ook grafvelden gevonden. En door de ligging van die graven, oost-west georiënteerd, dus hoofdrichting Jeruzalem, dat wijst er ook op dat hier ook christenen begraven waren. Willibrord werd uiteindelijk bisschop van Utrecht en overleed in 739 op 81-jarige leeftijd in het Luxemburgse Echternach. Later in de middeleeuwen ontwikkelde zich op Walcheren een Willibrordersverering. De kerk van het middeleeuwse Westkapelle werd gewijd aan Willibrord en had een aantal relikwieën van deze heilige. Het was daarom een bekend pelgrimsoord. Deze traditie hield stand tot lang na de middeleeuwen en is nog altijd merkbaar. Zo komt bijvoorbeeld de familienaam Willeboortse van oudsher veel in deze omgeving voor. Uit de middeleeuwen stammen ook de verhalen dat hij op meerdere plekken in de Lage Landen wonderen zou hebben verricht en waterputten heeft laten ontstaan, zoals hier in Zoutelanden. Nou ja, wilde je als heilige een beetje meetellen, dan moest je toch ook wel meerdere putten hebben geslagen. Het bekendste is het Willibrordersputje in Heiloo, waar eigenlijk ook dit soort verhalen worden verteld. De Zoutelandse put, het verhaal geldt dan dat Willibrord hier kwam. Hij tekende met zijn staf een kruis op de grond. En ineens als bij toverslag kwam daar zoet water uit. En de omstanders die daarbij stonden, die werden gelijk gedoopt door de heilige Willibrord. Met name in de middeleeuwen werd de waterput van Zoutelanden bijzondere krachten toegewezen. Maar ook in de vorige eeuw nog kwamen gelovigen naar deze plek. Sommige inwoners van Zoutelanden vertelden het verhaal graag aan vreemdelingen. Het is bekend dat zo rond 1900 hier een Jacobus Wittevrongel woonde. En die, zodra er dan toeristen kwamen, dan vertelde die dit verhaal over dit heilige water. Nou, die vreemdelingen namen dan graag ook altijd een flesje mee met water. Maar een dag later dan stond mevrouw Wisse uit Zoutelanden hier hetzelfde water ook weer te gebruiken om haar stopje te schrobben. In 1958 moest de oude, inmiddels overdekte put wijken wegens een versterking van de zeewering. Hij werd landinwaarts, vlakbij de kerk van Zoutelanden, weer opgebouwd.
De Engelse missionaris Willibrord kwam in 690 in de Lage Landen aan om er het christendom te brengen. Volgens de overlevering zou hij in Zoutelanden een zoetwaterbron hebben laten verrijzen, die we nu nog kennen als de Willibrordersput.